Lief allemaal, ontzettend bedankt dat jullie hier vandaag zijn. Ik vind het ontroerend als ik hoor hoe hoog de werkdruk is. En als ik hoor hoe zwaar jullie het soms hebben in je werk. Dat je dan toch die zondag, we leven toch in zondag toch? Ja. Die zondag dat je vrij bent, de moeite neemt om hier te komen om je verhaal te vertellen. Dank je wel. Dank. Ik was hier woensdag, geloof ik, toen werden hier de 3FM Awards uitgereikt. Iets andere setting. Was ook muziek. En het was voor het eerst dat ik hier weer was sinds 9 maart 2017. Toen we hier stonden net voor de verkiezingen. En de herinnering die ik dacht te zullen hebben als ik hier terugkwam, dat dacht dat het zou gaan over die duizenden mensen die hier waren. Nokkie, nokkie, nokkie vol stond het hier. Maar de eerste herinnering die ik kreeg toen ik hier weer backstage was, het is hier echt, ja, ik zou jullie allemaal mee willen nemen, maar krijg ik gedoe met Bastiaan. Het is hier echt een doolhof. Maar de herinnering die het meeste terugkomt, is dat een van de laatste keren, en een van de eerste keren was, dat mijn moeder erbij was op een politieke bijeenkomst. En als ik terugga naar waarom we de kantines in zijn gegaan, als ik terugga naar waarom we eigenlijk even hebben gezegd, nu even geen poptempels, dan moet ik ook terug naar haar. Want zij was het altijd die tegen mij zei, Jesse, twee dingen. Eén, wat je ook was gaan doen, ik was toch wel trots op je. En ten tweede, hoe groot je succes ook mag zijn, hoeveel duizenden mensen er ook komen kijken, vergeet nooit waar je vandaan komt. Vergeet nooit wie je bent. En vergeet nooit waar je het voor moet doen. En voor haar ging het over de collega's met wie ze werkte in de zorg. En de ouderen die ze probeerden de beste oude dag van hun leven te geven. Vergeet nooit waar je vandaan komt. En de grote vraag was na die verkiezingscampagne in 2017, na de formatie, waar gaan we nu heen? Wat gaan we doen? En om eerlijk te zijn, ik had wel even genoeg geluld. Ik had genoeg gepraat. Het was tijd om te luisteren, te herijken. Alles waarvan ik dacht, dat is de richting voor Nederland. Waar moeten we heen? Klopt dat nog? Zitten we op het juiste spoor? En die tijd hebben we genomen. De gesprekken aan te gaan. We zijn van duizenden naar tientallen gegaan. En van speeches naar gesprekken. En soms lijkt het wel in eigenlijk alle democratieën dat je mensen tegen elkaar op moet zetten voordat je verkiezingen kunt winnen. We zien het overal. En het is de meest lelijke politiek die er is. Zondebokpolitiek noemde ik dat in 2017. Zondebokpolitiek omdat je denkt dat alle problemen die we in Nederland kennen, dat het komt doordat er migranten zijn. Of dat het komt doordat mensen werkeloos zijn. Dat mensen te lui zijn. Zondebokpolitiek. Dat is niet hoe je een land moet leiden. Mensen tegen elkaar opzetten. Je moet op zoek naar wat mensen bindt. En dat doe je door met elkaar in gesprek te gaan. En dat hebben we gedaan. We zijn naar de kantines gegaan. Prachtige plekken. We spraken er met zorgmedewerkers. Onderwijzers, politieagenten, buschauffeurs, verpleegkundigen, fysiotherapeuten. Nu voor het eerst een huiswerkbegeleider. Wel opletten. Wel goed. En tijdens al die gesprekken, net als hier, staat er eigenlijk één ding centraal. Liefde. Liefde voor je vak. Liefde voor de mensen met wie je werkt. Dat is waarom je het doet. De buschauffeur die mij vertelt dat hij zo wordt afgerekend op targets, dat hij niet meer kan wachten op een oud vrouwtje dat met de rollator aankomt lopen. Ja. Dat klinkt heel logisch. Dat kan heel logisch klinken als je achter een bureau zit. Want je denkt over een kwartier of over een half uur komt er weer een bus. Maar dat is niet de essentie voor het vak waarom jullie ervoor hebben gekozen. Je willen zijn voor mensen.
En het voelt alsof je zo'n mevrouw in de steek laat. Natuurlijk komt er straks weer een bus. Natuurlijk kan ze ook een half uur later komen. Maar dat is niet de essentie. Net als het niet de essentie van je werk is, dat je lijsten moet invullen over de temperaturen van koelkasten. Natuurlijk wil je niet dat mensen ziek worden. Natuurlijk wil je hygiënisch werken. Maar je hebt niet voor dat vak gekozen om dat soort lijsten in te vullen. Liefde voor het vak. En soms zit het er al vroeg in. Super dapper nogmaals. En we gaan voor je klappen. Dat je hier net het woord voerde, Steven. Vijftien jaar. En wat mij raakt is de liefde voor het vak. Je zegt nu al, waarom wil jij in dat onderwijs werken? Nou, omdat ik denk dat er wel meer kinderen zijn die zijn zoals ik nu. En ik denk dat ik ze met mijn ervaringen kan werken. Dat is de basis die volgens mij heel veel mensen verbindt. Niet alleen de mensen die hier vandaag zijn, maar heel veel mensen in Nederland. En het was Soy die in het... Soy, waar ben je? Daar is hij. Hoi. Soy, jij was een van de allereerste die... We hebben elkaar twee keer gezien. Eén keer in Den Bosch, één keer in Tilburg. Jij was een van de allereerste die eigenlijk zei, met zoveel woorden, jouw verhaal is mijn verhaal. En je zei het net ook weer op het podium. De verhalen, of je nou in de zorg werkt, of in het onderwijs, of bij de politie, of je zit op de bus. Het is hetzelfde, je vak is je afgepakt. Het wantrouwen is gaan regeren. En daarom durf ik het heel hard te stellen. Er is een crisis in de publieke sector en het is de hoogste tijd dat en de politiek en jullie allemaal, wij met z'n allen, die crisis gaan oplossen. Het is makkelijk om cynisch te worden. Ik heb ook wel mensen gehoord die zeiden, ja, in zo'n kantine, wat hoor je dan? Klachten. Is het allemaal wel zo slecht in Nederland? Ik hoor geen klachten, ik hoor bevlogenheid. En iedereen die jullie verhalen afdoet als een klacht, wuif ze weg. Dit is betrokkenheid bij je vak. Die uit je, hier vandaag, op een zondagmiddag. Je vertelt waarom je je zorgen maakt over de kinderen in je klas. Of de ouderen waar je voor moet zorgen. Of de jonge ouders die je die eerste dagen door moet helpen. Laat je nooit vertellen dat het een klaagzang is. Jullie vertellen wat er mis is in de publieke sector. En dat zien, daarover praten, dat is waar verandering begint. En je kan ook cynisch zijn omdat je denkt, de politiek. Waarom luistert die luistert toch nooit? We vertellen dit al jaren, maar er verandert geen zak. Zou ik jullie mogen wijzen, in dat geval, op een dappere jonge vrouw? Ze schreef brieven, ze ging tweeten, er kwam een petitie, talkshow optredens. Ze had de moed om op te staan. Het was Noortje van Lid en Jiska, die daar is. En het was Paulien, die hier vandaag als vrijwilliger werkt. Het waren de mensen van, wij staan op. En ze zeiden, het gaat ons niet gebeuren dat het minimumloon wordt afgeschaft. Ze stonden op en ze kregen het voor elkaar dat deze maatregel op tafel ging. Gefeliciteerd. Dat is hoop. Dat is wat jullie laten zien. Als je de moed hebt om op te staan. Als je samenkomt. Als je je mond opentrekt. Als je je verzamelt. Dan is verandering mogelijk. Ik was afgelopen week bij de demonstratie voor de jeugdzorg in Den Haag. En ze werden uitgenodigd om ook nog even bij de minister langs te komen. Om hun zorg kenbaar te maken. En de boodschap van minister De Jonge was, er komt geen cent bij. Dat kan. Het kan. Je kan zeggen, er komt geen cent bij.
En ik denk dat heel veel mensen dat hebben begrepen in de economische crisis. Ik denk dat heel veel mensen begrijpen als je zegt, we hebben beperkte middelen, we kunnen niet alles, we moeten keuzes maken. Maar op het moment dat het supergoed gaat met je economie, dat er zoveel geld te besteden is, en je brengt het naar buitenlandse aandeelhouders, dan kun je opstand verwachten. Uiteindelijk gaat dit om een nog veel diepere vraag. Wie is de baas in Nederland? Ik vind het onbestaanbaar dat zo'n maatregel als de dividendbelasting van 1,4 miljard, dat ze erachter komen dat het 600 miljoen meer komt. Dan zeggen ze niet, geen cent erbij. Dan zeggen ze, dat gaan we regelen. En die houding staat in geen contrast met de manier waarop ze naar de publieke sector kijken. Daar kan het niet. Daar wordt al genoeg gedaan. Eigenlijk mag er niet geklaagd worden, want hey, na Zwitserland zijn we toch het gaafste land van de wereld. Dit vraagt om een keerpunt. Niet alleen inhoudelijk, maar ook om democratische redenen. Wie is de baas in Nederland? Niet twee bedrijven. Niet één premier. Dat zijn wij met z'n allen. Verandering komt erop te staan. Dat hebben de mensen van Wij Staan Op laten zien. Dat hebben alle mensen die achter de schermen en voor de schermen zo hard hebben geknokt voor Hoewik en Lily laten zien. En 2 oktober is jullie moment om het te laten zien. Dat is jullie dag. En laat het door helemaal niemand afpakken. De publieke sector die is van ons allemaal. Sta op. Geef gehoor aan de oproep om in actie te komen. En laat dit het begin worden van de grootste acties ooit. En ik zou tegen alle docenten, fysiotherapeuten, agenten, buschauffeurs, mensen die werken in de zorg, de huiswerkbegeleiders en al die andere helden in de publieke sector. En ik zou tegen alle ouders met kinderen op school, aan iedereen die iemand in zijn omgeving heeft die zorg nodig heeft, aan alle gebruikers van het openbaar vervoer, aan jullie allemaal zou ik zeggen, als je de moed hebt om op te staan, dan is een keerpunt mogelijk. En wij zullen jullie bondgenoot zijn. Jullie verhaal is ons verhaal. Jullie strijd is onze strijd. En jullie eis is onze eis. Bij Prinsjesdag eisen we van dit kabinet 2 miljard extra voor 2019 voor de publieke sector. En laat ik volstrekt eerlijk zijn en realistisch. Ik beloof geen gouden bergen. De problemen en de crisis in de publieke sector zijn te diep om met 2 miljard te kunnen oplossen of in 1 jaar te kunnen oplossen. De problemen zijn in 30 jaar maatregel voor maatregel ontstaan. En we zullen het er maatregel voor maatregel uit moeten halen. En de crisis moet nu aangepakt worden met dezelfde daadkracht als de financiële crisis is aangepakt. Miljarden pompten we in die bank, omdat we zagen onze samenleving kan omvallen. Het is nu tijd om in actie te komen. Maar met meer geld alleen zijn we er niet. En dat moeten we goed onthouden. Onze strijd gaat over zoveel meer dan geld. Ik vond het mooi eigenlijk wat de mevrouw daarachter vertelde. Die zei, toen mijn moeder de zorg nodig had, ik het niet kreeg, had ik het gevoel willen hebben dat er gewoon iemand was die mijn zorgen begreep. Niet alle problemen zijn met geld op te lossen. Dat wil ik niet pretenderen. Er ligt een veel fundamentele probleem. Ik heb hier niemand gehoord die heeft gezegd dat hij harder gaat werken als hij een prestatiebeloning krijgt. Of als hij wordt gecontroleerd. Of als de salaris omhoog gaat. Maar toch is dat hoe de politiek werkt. Wat de overheid doet. De overheid is erin geslaagd om gestold wantrouwen te organiseren. Om al jullie werk 24 keer te controleren. Om de werkelijkheid van jullie dagelijks leven te vatten in 25 Excel-sheets.
Uiteindelijk is dit de strijd tussen mensbeelden. Het mensbeeld van de homo economicus, de berekenende mens, de rekenmachine. Die dingen doet omdat hij er beter van wordt. Omdat je egoïstisch bent, die je in de gaten moet houden. En het mensbeeld van de idealisten, die iets doen omdat ze erin geloven. Om het te zijn voor die ander. Het klinkt zo simpel, maar volgens mij is dat het. De zijn voor die ander. Dat is wat jullie verbindt. En dat mensbeeld, dat moet dominant worden in Den Haag. Dat is mijn grote kritiek op de VVD van Mark Rutte. Het zijn economische denkers. Die denken dat mensen in een hokje zijn te stoppen, in een spreadsheet. En dat zijn we niet. Ik doe een voorspelling. En ik doe hem hard. Ik voorspel dat dit jaar de politieke sector het politieke strijdpunt gaat worden. Het wordt het politieke strijdpunt met Prinsjesdag. Het wordt het strijdpunt in oktober. En het wordt het strijdpunt in de verkiezingscampagne voor de Eerste Kamer. En ja, ze kunnen ervoor kiezen om ons te negeren in september. En ze kunnen ervoor kiezen om ons te negeren in oktober. En ze kunnen ervoor kiezen om ons te negeren in maart. Maar in die maand zijn de Eerste Kamerverkiezingen. En ik beloof je, dit kabinet gaat zijn meerderheid verliezen. En dan moeten ze wel luisteren. Vrienden, vergeet nooit waar je vandaan komt. Dat zei mijn moeder. Maar ik zou daaraan toe willen voegen, vergeet ook nooit waar je heen gaat. Nederland staat op de rand van een keerpunt. Nog nooit was de actiebereidheid zo groot. En de geest is uit de fles en die gaat niet meer terug. Steeds meer mensen staan op. De urgentie wordt groter. Onze beweging wordt breder. Een keerpunt hangt in de lucht. Wij gaan Nederland veranderen. Dank jullie wel. Veel succes. En samen strijden we verder. Dank.